VLM Airlines vliegt sinds maandagochtend vanuit Antwerpen op twee nieuwe bestemmingen. Het gaat over München en het Sloveense Maribor. Het zijn de derde en de vierde bestemming voor het netwerk van VLM Airlines uit Antwerpen. Want eerder hebben we dus ook al London City en Zurich opgestart. De eerste VLM-vlucht naar München en Maribor verliep in een feestelijke sfeer. Op de luchthaven van Antwerpen kregen de passagiers een hapje en een drankje aangeboden. Het vliegtuig zelf, een Fokker 50, kreeg een semi-waterdoop. Over de twee nieuwe bestemmingen is VLM alvast zeer enthousiast. Maribor is toch wel een interessant punt in Midden-Europa, omdat het dus ligt op vier belangrijke transportcorridors. München is een zakelijke bestemming, maar laat ons ook niet vergeten dat het ook een excellente bestemming is om eens een paar dagen door te brengen, want die stad heeft heel wat te bieden op cultureel en culinair vlak. Na het faillissement van VLM in 2016 realiseerde SHS Antwerp Aviation een doorstart onder de naam VLM Airlines. Sindsdien wordt hard aan de weg getimmerd. Het is hard werken, we zijn met een klein team, maar alles verloopt volgens plan. En binnen een aantal weken komt daar ook nog een vijfde bestemming bij, namelijk Birmingham.